luisteren door Gel. En is mijn vakantieplan begonnen. Hallo allemaal en leuk dat je er weer bij bent. De grote vakantie duurt nu al een week en overal zijn er verschillende vakantieactiviteiten. Eén daarvan is het Aflatoon vakantiekamp van Stichting Projecten. Dit kamp is voor kinderen tussen de 6 en 13 jaar en is vandaag begonnen. Het gaat om ongeveer 150 kinderen die meedoen aan dit kamp. Ze worden allemaal verdeeld in groepen en samen met hun begeleiders doen ze mee aan de activiteiten waarbij ze spelenderwijs leren onderzoeken, nadenken, ontdekken en doen. Mijn moeder heeft me gestuurd, want ik verveel me thuis. Ik doe mee omdat ik toch iets zal hebben in de vakantie om te doen, zodat ik niet thuis ga vervelen en zo. Ik doe mee omdat mijn moeder me heeft ingeschreven op het kamp, zodat ik iets nuttigs heb om te doen in de vakantie. Kinderen moeten precies leren hoe ze zich moeten opstellen, sociaal moeten opstellen. Maar kinderen moeten ook nu al leren hoe ze om moeten gaan met financiën, met middelen, met alle dingen die waarde hebben. Daar gaat het ook om ons milieu en natuurlijk de middelen, de dingen die we hebben. Onze boeken, onze tassen, ons materiaal. We moeten daar zuinig mee omgaan. Elke dag hebben ze een ander thema. Vandaag was het Mijn Rechten en Mijn Toekomst. Het thema bepaalt hoe de activiteiten voor die dag eruit ziet. Ik voel me blij. We hebben een beetje kwartet gespeeld. En daar gaan we een beetje verven ook. Ik ben naar computerlokaal gegaan om daar je rechten en je plichten te schrijven van onderwijs. En daarna naar memory spel. Ik vind het tot nu toe leuk. Omdat we zo meteen ook boeken gaan lezen en verschillende andere dingen zullen doen. Alles waarover ze praten en doen op het kamp heeft te maken met zelfonderzoek en ontdekken. Daarom heet het kamp het Aflatoon kamp. Weten de kinderen wel wat aflatoon betekent? Aflatoon betekent volgens mij is het afval uit de ruimte. Nee, ik heb geen idee. Ik weet wat aflatoon betekent. Aflatoon betekent ontdekker. En als je ontdekt hebt wie je bent, wat je kan, dan ga je werken aan de dingen die je nog niet goed kan. Dus daar heeft het mee te maken. Het programma leert kinderen om hun eigen talenten te ontdekken en om positieve eigenschappen zoveel mogelijk voor zichzelf zich eigen te maken. Behalve over zelfonderzoek en ontdekken, leren de kinderen de komende dagen ook over sparen, uitgeven en plannen. Op de laatste dag mogen zij alles wat ze geleerd hebben presenteren aan hun ouders en andere uitgenodigden. De laatste kampdag is vrijdag. Dan weten de kinderen meer over hoe zij hun toekomst tegemoet kunnen gaan. One Direction neemt een pauze en minder last van hoofdluizen door haar lak en gel. Het is nu tijd voor ons korte nieuwsblok. Nee, geen paniek onder de One Direction fans. Al een tijdje doen geruchten de ronde dat de band uit elkaar gaat. Maar dat is niet waar als wij bandlid Niall moeten geloven. Hij zegt dat de band absoluut niet uit elkaar gaat, maar dat ze een pauze nemen om uit te rusten en nieuwe inspiratie op te doen. Volgens Niall wil de band nog veel dingen bereiken en kunnen ze niet wachten om hun fans naar hun nieuwe liederen te laten luisteren. Dus maken jullie je echt geen zorgen, zegt hij. De geruchten zijn sinds zondag gaande toen een Engels blad meldde dat de leden van One Direction allemaal hun eigen weg gaan in 2016. Niets is zo vervelend. Jeuk. Vooral op je hoofd. De oorzaak? Luizen. Vooral jonge kinderen hebben daar last van en dat kan vreselijk jeuken. Nu heeft een Nederlands onderzoek uitgewezen dat kinderen die haarlak of gel gebruiken minder last hebben van luizen dan kinderen die dat wel doen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu is anderhalf jaar geleden begonnen met een nationale luizenregistratie. Het onderzoek heeft uitgewezen dat de gel het haar hard maakt en daardoor kunnen de luizen zich niet aan het haar vastgrijpen. Het is vakantie. En sommige kinderen kiezen ervoor om uit te slapen of om te gaan zwemmen. Maar je kan jezelf ook op een creatieve manier bezighouden. Door muziek bijvoorbeeld.
Het SISME muziekvakantieplan is gisteren begonnen en duurt 2 weken. SISME staat voor Suriname International School for Music Education en op deze muziekschool maken kinderen op een creatieve manier kennis met alles dat te maken heeft met muziek. Ze leren ook dansen en doen daarnaast aan handenarbeid en sport. Dit jaar is het de 13e keer dat het SISME muziekvakantieplan wordt georganiseerd en het is de 2e keer dat zij een musical houden. Het is wel leuk hier zo en dit is mijn eerste keer, maar ik heb wel genoten. We hebben gedanst. Muziek, zingen, sport en knutselen. We hebben dus dit jaar iets heel bijzonders eraan toegevoegd. Omdat het SISME Goes Musical 2 is, hebben we gemeend om dit jaar een paar van de musicals ook in scène te brengen. Dus dat als de mensen vrijdagavond komen kijken in Thalia, dan worden ze meegenomen in de wereld van de musical. Maar in sommige musicals moeten ze het gevoel hebben van, hé, dit heb ik gezien in de film. Zo heb ik de musical meegemaakt. Zoals The Sound of Music. Jullie kennen allemaal het liedje Do Re Mi. Mi, so, so, re, fa, fa. Voor dit vakantieplan zijn er zoveel aanmeldingen dat de groep in tweeën is verdeeld. De eerste groep is deze week aan de beurt. Het plan is bedoeld voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en ze hebben het echt naar hun zin. Wie weet, misschien zitten hier wat verborgen talenten tussen. Ik ben een beetje zenuwachtig voor wanneer we gaan optreden, want ik ga voor het eerst optreden voor mensen op het podium. Ik ben niet zenuwachtig, want dit is niet voor het eerst. Ik ben ready. Vrijdag is de grote opvoering van de eerste groep in Theater Thalia. Zij gaan dan aan hun ouders wijzen wat ze allemaal hebben geleerd tijdens dit muziekvakantieplan. Voor de volgende week is er nog plek. Dus als je dit leuk vindt, kan jij je nog opgeven. En dat kan tot donderdag. En met het nieuws over SISME zijn we gekomen aan het einde van deze uitzending. Ik zie je morgen weer. Slaap lekker. Ciao.